Het is woensdagavond opnieuw raak bij sportcentrum De Houtzagerij. Zo'n 12 vrouwen die aan het zwemmen zijn tijdens een speciale vrouwenavond voelen zich plotseling niet lekker. Is voor mij dus, ik voel benauwd en duizelig en misselijk ook. Ja, voor alle vrouwen hebben hetzelfde probleem allemaal. Helemaal misselijk en overgeven en buikpijn, hoofdpijn. En we hadden met de ambulance gebeld, bellen en ze komt de ambulance. Begin maart is het ook al raak in het zwemgedeelte van het sportcentrum. Er worden verhoogde koolmonoxidewaardes gemeten in het bloed van kinderen die aan het zwemmen zijn. Dat is bijzonder, dat houden we in dit geval ook in ons achterhoofd. Maar in eerste instantie zijn we hier naartoe gegaan voor mensen die onwel zijn geworden als een nieuw incident. Die mensen hebben ook gewoon weer zorg nodig. Maar nu zeker in het onderzoek waar we nu mee bezig zijn en wat misschien ook nog wel even verder gaat, speelt dat zeker een rol. Uiteindelijk is er één zwemster afgevoerd naar het ziekenhuis. Het sportcentrum zelf is woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.